De gemeente Heumen heeft besloten om een judozaal in sportcentrum De Veldschuur preventief te sluiten. Tijdens een visuele asbestinventarisatie werd asbest aangetroffen in de ruimtes boven de plafonds. Hoewel onderzoek met kleef- en luchtmonsters verspreiding van asbestdeeltjes heeft uitgesloten, neemt de gemeente naar eigen zeggen het zekere voor het onzekere. Volgens de gemeente zijn bezoekers en gebruikers niet blootgesteld aan asbestdeeltjes. Door de sluiting van de zaal kunnen activiteiten de komende maanden niet plaatsvinden. Eigenaar van het sportcentrum, LACO, zal in overleg met verenigingen die gebruik maken van de judozaal zoeken naar een alternatieve invulling voor de aankomende activiteiten.